Dus vandaar dat hij zoveel ontwerpen heeft gemaakt, die dan nu nagebouwd zijn, zodat je kan zien of het wel of niet werkt. Zou werken. Sommige modellen in de tentoonstelling in de Beurs van Berlage kan je ook aanzitten. Dus die modellen zijn eigenlijk nu nagebouwd, aanschouwelijk gemaakt. En het is niet zeker of Leonardo al die ontwerpen voor al die verschillende apparaten en machines ook daadwerkelijk heeft weten te bouwen. Nou, we hebben een paar van de dingen, zeg maar drie van de dingen die jij heeft bedacht hier staan. Laten we even dit is een vliegtuig, zeg maar. Het is de eerste. Ja, dat was natuurlijk een oude droom van de mensheid om te kunnen vliegen. En in Siena waren al ingenieurs bezig met de eerste vliegmachines. En Leonardo heeft eigenlijk gekeken wat die aan het doen waren. En dat vervolgens verbeterd doordat hij als natuurvorscher naar de vlucht van vogels keek. Ik heb hier een facsimile bij me van het traktaat over de vlucht van vogels. Waarin je ziet dat Leonardo uitgebreid vogels bestudeert. Omdat hij wil weten hoe je dat kan nabouwen. Hoe je van de natuur kan leren om de natuur vervolgens te herscheppen. En dat andere model wat hier ook is, dat is het eerste model, klapwiekend. Oké. Okay. Weet je of we dat zien? Oh, dat is die daar bij Marieke staat. Ja. Dan kom je natuurlijk nooit van de grond met alleen maar spierkracht. Oh, de bedoeling was dat je zo moest vliegen. Ja. Dat besefte hij natuurlijk al snel. Dus toen zag hij roofvogels zo boven Florence. En hij dacht, ik moet een vaste constructie hebben. En ik moet van die... een assistent vragen of die aanlegt of seks wil. Hij heeft er nooit zelf aan en van een heuvel afspringen of een gebouw. En uit notities uit Leonardo's manuscripten blijkt dat dat allemaal top secret was. Hij wilde niet dat iemand dit zou zien. Dus dat was allemaal afgeschermd. En dan zou een assistent van een heuvel afspringen om te kijken of die hiermee wel zou kunnen. Hoeveel assistenten had hij? Het is niet bekend of iemand. Het is niet bekend of iemand echt gesprongen is. Ja. Ja. Maar zie ik ook nog. Dun. Hij was echt geniaal, want hij heeft ook nog eigenlijk het eerste idee voor een duikpak bedacht. Ja, ik kwam hiermee met dit ontwerp in Venetië aan. Want de Turkse vloot. Er ging een dreiging vanuit. En hij bood de mensen in Venetië dit ontwerp aan. Van ik kan met soldaten onder water lopen. En dan kunnen we die schepen. Kunnen we onder water beschadigen, zodat ze zinken. Maar het stadsbestuur in Venetië die lachte hem gewoon uit. Die zei, dat kan niet. We kunnen niet onder water leven. Je kan niet onder water ademhalen. Dus hij ging met al zijn manuscripten en zijn uitvindingen. En hier is er eentje van nagebouwd. Hè, met zo'n luchtpijp. En een kurk daarboven, zodat je onder water kan lopen, ging die maar weg. Maar als je kijkt, hij heeft. En als het niet zo is, moet je het gewoon zeggen. Hè? De eerste die ooit heeft nagedacht over een helikopter, vliegtuig, duikboot, een duikpak. Verzin het en hij heeft het bedacht. Maar niks deed het. Toen. Het idee heeft hij neergelegd. Maar had het nog niet gemaakt dat hij het deed. Je zou kunnen zeggen dat als je naar de tekeningen kijkt, dat Leonardo een dromer was. Het ziet er prachtig uit op papier. Maar als je naar sommige grandioze, enorme, ambitieuze ontwerpen kijkt, dan kan je denken, Leonardo, je kan toch niet denken dat je dit echt zou kunnen maken? Hè? Dus aan de ene kant denk ik dat Leonardo in zijn enthousiasme voor vernieuwing, en wel met die kennis die hij had opgebouwd om door de natuur te bestuderen, dat hij geweldige ontwerpen maakte, ook om zijn opdrachtgevers te imponeren. Ja. Van, hou mij nog maar even op de payroll, want kijk eens wat ik allemaal kan bouwen. Bruggen en tanks en vliegtuigen enzovoort. Maar dat het in de praktijk er niet van kwam. Maar is dat erg? Ik ben ooit bij een toneelstuk geweest van Kevin Spacey. En die speelde een stuk over Leonardo da Vinci. En werd hem die vraag gesteld van, ja, alles wat je bedacht, wel heel mooi hoor, maar niks deed het. En toen kregen ze als antwoord, ja, oké, prima, je hebt gelijk, niks doet het. Maar bedenk jij dan nu, vandaag, een vervoersmiddel dat nog niet bestaat en hoeft het niet eens te doen? Het is wel zo dat. Moeilijk. Ja, het is heel moeilijk. Ja, Leonardo wordt vaak uitvinder genoemd. Maar dan moet je niet zo'n aan uitvinden denken zoals Edison. Hij heeft heel veel bestaande technologie weten te perfectioneren. Ja. Dus hij ging naar werkplaatsen van ingenieurs, architecten. Hij keek wat die aan het doen waren. Ging volgens naar zijn eigen werkplaats en dacht, dat kan ik beter. Want ik weet veel meer van de natuur. Van de natuurwetten. Van de wetten van de mechanica. Aerodynamica. Hij had daar veel meer verstand van. En hij kon geweldig tekenen. En had een fenomenaal waarnemingsvermogen. Dus hij kon zien hoe bijvoorbeeld een druppel vervormt.
als hij valt en in het water komt. Ik herinner nog die slow motion reclame van decennia geleden. Van een dat je die druppel zo weer omhoog ziet komen. Dat heeft hij allemaal getekend. Hoe hij dat in hemelsnaam heeft kunnen zien. De vervorming van een druppel. Dus hij had ook een geweldig waarnemingsvermogen. Hij kijkt naar vogels. Hij tekent die vogels allemaal na in dit manuscriptje. Hoe ze vliegen, wat er gebeurt als er opeens wind van rechts of links komt. Ja, doe maar op de camera. Want dit is een heel, dit is een facsimile van een codex over de vlucht van vogels die zich in Turijn bevindt. Dat had Leonardo zo bij zich. Hij had kleine notitieboekjes aan zijn riem hangen. Dan liep hij in de natuur als een van de eerste mensen die de bergen ingaat. Niet om van A naar B te gaan, maar om te kijken naar wat vind ik daar in de bergen? Mooi. Wat zijn bergen? Dus een belangstelling voor de natuur en vooral om de natuurwetten te leren kennen. Om die vervolgens weer te herscheppen.